En ook dit weer sneekt de schoenmaker s'avonds op maat. En toen hij de volgende ochtend weer aan zijn werk wilde beginnen, zag hij dat dat niet meer nodig was. Want toen hij opstond, waren de schoenen alweer klaar. En ook de kopers bleven niet uit. En ze betaalden hem dit keer zoveel geld dat hij leer kon kopen voor 4 paar schoenen. En ook deze 4 paar schoenen waren de andere ochtend alweer klaar. En zo ging het keer op keer. Wat de schoenmaker s'avonds op maat sneed, was de andere dag alweer tot schoen verwerkt. En zo had de schoenmaker al snel een goed inkomen. En werd hij een welvarend man. Op een dag, vlak voor Kerstmis, toen de schoenmaker het leer weer op maat had gesneden en naar bed wilde gaan, zei hij tegen zijn vrouw: Vrouw? Ja? Wat zou jij ervan vinden als wij vannacht eens opleven om te zien wie ons al die tijd zo behulpzaam is geweest? Ja! Nou, steek jij een kaars aan in de kamer. Dat is goed. Hé, kijk eens. Ze dansen zo de deur uit. Nou. Ze zijn weg. De kleine mannetjes zijn nooit meer teruggekomen. Maar met de schoenmaker ging het goed zolang hij leefde. En hij had succes bij alles wat hij ondernam.